Dat is eigenlijk mijn droom om een geschiedenis te schrijven en heel wat achter te laten voor de jongeren. Eigenlijk veel meer conditie wat je nu traint dan voorheen. Want je moet 3 rondes lang, moet je echt volop gaan. Met 5 rondes een keer even opbouwen, rustig opbouwen. Dus nu is het ook heel anders trainen. Dus we trainen 3 keer 3 minuten. En dan gewoon 10 minuten rust of zo. En dan weer 3 keer 3 minuten. Dan weer 10 minuten rust. En dan weer 3 keer 3 minuten. Maar echt vol explosief. Je voelt de druk van hem. Je voelt dat hij het wilt. Je voelt dat Tarek zeg maar, gewoon bereid is om op dat moment zijn ziel achter te laten in de ring. En dat is voor mij persoonlijk ook goed om te groeien en daarmee om te leren gaan. Best wel heel veel emoties natuurlijk. En daar ligt hem vaak in dat hij zijn rust moet bewaren. En daar hebben we heel veel op getraind. Je rust bewaren, op de juiste momenten toeslaan. Dus ik hoop dat Achille nu eruit komt. Dat is eigenlijk mijn droom om een geschiedenis te schrijven en heel wat achter te laten voor de jongeren en voor heel veel mensen. Zeg ja, als hij het kan, kan ik het ook.